Helmond gaat het opnemen tegen Jong Ajax. Het zijn de nummers 13 en 14 uit de keukenkampioendivisie. Van den Hurk. Botos. Van Keijlegom heeft wat ruimte. Van Keijlegom terugleggen op Van den Hurk. En die heeft een handeling te veel nodig. En kijkt vragend naar Van Keijlegom. Waarom haal je niet gewoon uit? Van Vlerken. Voorzet eruit gehaald door Boerhout. Ten koste van een hoekschop. Van Hoven helemaal overgestoken. Voor een korte bal aan Ludwig. Kretschmer brengt hem in. En een vrije kopkans van de lijn gehaald door Rijkhoff. Nou ontsnapt Jong Ajax aan een achterstand. Zo is het allemaal wel erg mager in het eerste half uur. Wat de ploeg van Dave Vos laat zien. Botos neemt over. Amuzu de 16 in. Amuzu. Redding van de Graaf. Van den Hurk heeft hem voor het inschieten. En dat doet hij. Daar is dan de voorsprong. In de 33e minuut voor Helmond Sport. En de man die voor het eerst in 10 wedstrijden tijd het vertrouwen krijgt. Anthony van den Hurk maakt het openingsdoelpunt. Vrije trap is scherp. De vuisten van de Graaf. Nog geen risico de Graaf. Met het wegstompen van die bal. Misschien wat last van de wind. Leek toch een bal die te vangen was. Goeie bal van Botos. Van Keijlegom. Kaars onderweg. Hij valt voor Van den Hurk en die maakt gelijk zijn tweede. Uitstekende aanval van Helmond Sport. Bekroond met de tweede goal van Anthony van den Hurk. Pas zijn derde van het seizoen. Maar hij schiet daarmee zijn ploeg op een comfortabele voorsprong. Marta. Fitzjim heeft wat ruimte. Fitzjim. Uiteindelijk makkelijk voor Van der Steen. En eindelijk een schot tussen de palen van Jong Ajax. In de 45e minuut pas. Van den Hurk, de man van Helmond Sport. Niet aan de aftrap van de tweede helft. Achtergebleven met een kuitblessure. Alvaro Marin voor hem in de ploeg. Veel ruimte aan de linkerkant. Mag ver komen en schieten. De redding van Van der Steen. Uitstekend. Gooier mocht daar heel ver komen. Marin. Afgetroefd door Gooier. Oekwu. Fitzjim. Banel. Randje buitenspel. Banel, scherp voorzet bij de tweede paal. Heel veel vrijheid voor Wolf. En hoe krijg je hem over? Viel zo goed in tegen Cambuur. Moet hier de 2-1 maken. Maar faalt hopeloos. Kretschmer. Amuzu. Voorzet eruit gehaald. Kopbal, vrije kopbal en de goal van Kretschmer. Die aan de basis stond van deze hoekschop en hem nu zelf binnenknikt. Pius Kretschmer met zijn eerste goal voor Helmond Sport. De laatste wedstrijden tegen belofteploegen werd er met 1-0 gewonnen bij Jong Utrecht. Daar waar veel grote clubs toch sneuvelen. En hier werd Jong AZ met 3-1 verslagen. Het zou voor het eerst in de geschiedenis zijn dat Helmond Sport 3 overwinningen op rij boekt tegen belofteploegen. Botos mag verder, geen overtreding. Botos, Marin naast zich, heeft Marin gezien. Bal ver naar buiten, ingreep de Graaf. Moeilijke hoek voor de invaller, Marin. Beksnijder
Ongelukkige terugkopbal. Amuzu. Amuzu. Een rollertje, een stuitertje in de handen van de Graaf. Oh, een gelukje. Wolf, Wolf. Redding van der Steen. Deze kans voor Wolf niet zo groot als die aan het begin van de tweede helft. Maar hij baalt er net zozeer van. Van der Steen weer op de been. Daar komt Wolf weer. Wolf, derde kans. En nu is het wel raak. Wordt hij binnengeschoten door Gooyer. Is het alsnog 3-1. Heeft Jong Ajax een goal te pakken. Op basis van de kansen. Een goal waar ze recht op hadden. Het is afgelopen. Helmond Sport rekent overtuigend af met een zwak Jong Ajax. Voorlopig is er sprake van een Adrie Bogers effect na de zege op ADO Den Haag. Nu de zege op Jong Ajax.